Vandaag is een hele bijzondere dag. Nou. Want voor het eerst... Nou. Man. Nee, voor het eerst ooit... De krokussen staan in bloei. Ja. De zon die schijnt. En het leven is mooi. En ik heb een bakje koffie. Heerlijk. Nee, even serieus. Wat is natuurlijk wel even nodig. Het gaat over games. Ja. Nee, voor het eerst ooit, denk ik, heb jij een Nintendo game gespeeld en ik niet. Oh, nou, dat. Ja. Wind Waker had je ook niet gespeeld, toch? Jawel, Wind Waker heb ik al gespeeld. Oké, nee, als het om Zelda remakes gaat, dan ben ik altijd geen... Nou, ik vraag het altijd wel lief aan je. Het was heel lief. Echt, ik zat te twijfelen of ik hem wilde spelen. En echt, op dat moment eigenlijk een beetje, je stuurde een appje naar mij en je vroeg van... Goh, ja, Valentijn, mag ik die game spelen? Ja. En ik dacht, ja, eigenlijk vind ik het wel oké. Oké. Nou ja, hartstikke goed. Ik ben voor HD remakes van Zelda, hoe moeilijk ze ook zijn om te beoordelen. Want ja, je speelt natuurlijk gewoon een oude game. Ja, met een nieuw laagje eroverheen. Ja. Mag ik nou gelijk met de deur in huis vallen? Want dat was een beetje mijn ding bij deze game. Ja, voelt het, ja, zit er echt een nieuw laagje overheen? Ja, het is, goed, als je het vergelijkt met de oude game. Het is nu mooier en het is, ja, niet huidig, maar wel gewoon goed speelbaar voor de standaarden van nu. Maar als ik die vergelijkingsvideo's zie, dan denk ik niet, wauw, wat een verschil. Dat had ik bij de Wind Waker wel. Ja, maar bij de Wind Waker was natuurlijk een esthetisch makkelijk aan te passen game. Want die stijl was gewoon cartoony. En Twilight Princess... was tijdloos, natuurlijk. Die was veel tijdlozer. Mm-hmm. En de Twilight Princess is ook een beetje cartoony, maar niet heel erg. Dus daar kun je hem niet zo makkelijk mooier maken. Hij is wel strakker en weet je, vooral het vervagen van het beeld is weg. Weet je, dan had je in die GameCube tijd, als dan iemand met een zwaard zag, dan zag je een zwaard eigenlijk 5 keer soort van achter elkaar, zo vaag als het voelde. Het is nu allemaal echt strak, het ziet er gewoon goed uit. Alleen, het is niet als de Wind Waker. Ja. Ja, moet ik daar genuanceerder over zeggen of minder genuanceerder moet ik zeggen? Het is lelijk, want het is ook niet lelijk. Nou, ik was er zelf gewoon een beetje kritisch over, sceptisch, want ja... Bij de Wind Waker had ik echt zoiets van, oké, hier hebben ze echt een grote stap gezet. Ja. Maar bij Twilight Princess had ik zoiets van, is die game al toe aan een remake? Ja, ik vond het te vroeg eerlijk gezegd. Oké, nou ja goed, het is mooier en het speelt... Weet je wat ik het grootste voordeel vind aan al die remakes? Tenminste, het zijn er nu 2 hoor. Maar wat ik het grootste voordeel vind aan de remakes is eigenlijk het tweede scherm. Oké. Ik vind een scherm op de Wii U gamepad heel prettig. Dat je direct al je wapens kun je slepen, je kan direct de kaart zien, het is heel makkelijk. En bij oude Zelda's op de GameCube en op de Wii moest je echt assignen. Je had 4 knoppen waar je, ik deed dit, maar ik bedoelde dit. 4 knoppen waar je powers aan kon assignen, zeg maar. En dat is nu gewoon lekker, nog steeds, maar het is nu lekker slepen. Ja, exact. Okay. Super prettig. Ja, het scheelt natuurlijk wel elke keer het knopje aandrukken om naar je inventory te gaan. Ja, maar goed, ik vind het wel fijn. Maar goed, misschien even handig om bij het begin te beginnen. Oh, je kan hem ook spelen op de Wii U op de gamepad. Ja? Helemaal, ja. Oké. Dat vond ik wel grappig. Ja, leuk. Zo dat is wel handig, exact. Dan kun je gewoon natuurlijk zonder tv meer spelen. Ja. Maar kan je even misschien handig voor de mensen die de game niet kennen? Want waar gaat de game eigenlijk nou over? Nou, ga eens even kijken op gamers.nl. De oude reviews, is leuk. Ik weet niet of die erop staat, maar ik hoop het wel. Staat die erop? Ik was net aan het kijken, maar misschien stil, misschien niet. Ja, Twilight Princess, The Legend of Zelda speelt zich een paar decades af na Ocarina of Time. En de game voelt ook heel erg als Ocarina of Time. Hè. Het was eigenlijk de GameCube Ocarina of Time in de tijd. Behalve dat je de Shadow World hebt, het licht van verschillende... Twilight World, ja. Ja, die wordt gestolen en de wereld wordt in schaduw en jij wordt veranderd in die wereld in een wolf. En je krijgt een vriendinnetje Midna, of dat is niet echt een vriendin, het is gewoon eigenlijk zo'n kutwijf. Maar goed. Nou, op een gegeven moment wordt ze wel lief, maar dat hoeft natuurlijk allemaal niet te klappen. Vlakke hand. En dat is maar van houdt, hè? Ja, precies. En op een gegeven moment moet je reizen tussen de Twilight-wereld en de echte wereld. En natuurlijk de prinses redden. Ja? Het is weer een Nintendo-game. Het lijkt bijna hetzelfde game. En dat is het leuke aan Twilight Princess, dat je die twee werelden hebt. Je hebt die wereld als wolf, die heel duister is. En je hebt de gewone wereld die we kennen uit een Ocarina of Time. Maar niet zo goed is als Ocarina of Time, want dat is de game niet, vind ik. Maar wel... Dat is ook een beetje commentaar toen op de game. Want iedereen hoopte echt een beetje de Ocarina of Time... Ja, maar doordat het zoveel Ocarina of Time probeert te zijn... schiet hij daarom zijn doel mis. Kijk, Wind Waker probeerde het ook niet. En die deed dus daarom iets heel unieks. En ik vind dat als je heel erg probeert Ocarina of Time te zijn... dan is het al heel snel voelt het een beetje als... ja, net niet. Nee, jij bent niet zo fan van Twilight Princess. Maar ik vind het juist wel vet dat ze... ja, in die game weer een keertje wel een meer duistere kant op gaan, voor zover dat kan. Als je nu kijkt naar Skyward Sword en ook die nieuwe Zelda, die zijn allemaal echt best wel kleurig. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk van de nieuwe Zelda nog weinig gezien, maar die zal waarschijnlijk ook wel meer een kleurige wereld geven. Ja, dat denk ik ook. Ja, mijn beste Zelda ooit is Wind Waker. Nou, kleurige kan niet. Nee, exact. Ja, ik weet niet. Ik vind het een hele vette game, want wat Zelda stof maakt zijn natuurlijk de kerkers, de dungeons. Mm-hmm. Dat vind ik in Twilight Princess ook gewoon weer goed. En wat dat betreft is het gewoon een hele sterke titel.
Ja, Nintendo heeft niet de game alleen mooier gemaakt, maar er is ook een extra toevoeging bijgekomen, namelijk de Amiibo. Ja, Peter. Jongens, de Amiibo. Je kan twee manieren naar kijken. Aan de ene kant kun je denken van ik koop DLC en dan krijg je een poppetje bij. Aan de andere kant kun je naar kijken van ik moet een poppetje kopen om DLC te krijgen. Ik weet het niet zo goed, want elke game heeft DLC en normaal krijg je alleen digitale content. Bij Nintendo heb je ook een poppetje. Maar wat krijg je dan met deze DLC? Oh, je krijgt, het is eigenlijk best wel karig. Je krijgt een dungeon en daar kun je gewoon vechten. Eigenlijk maar door en door gaan eigenlijk. Door en door. Ja. En dan is het hartstikke leuk. Als je de Amiibo leuk vindt, dan... Het is een poppetje met Wolf, Link en Midna. Ziet er leuk. Het is een leuk poppetje. Ziet er mooi uit. Ook nog het voordeel dat je hem ook kan gebruiken voor de nieuwe Zelda. Dus dat geeft natuurlijk wel weer net de doorslag dat je denkt... Is dat een voordeel? Is het een naaistreek? Ja, ligt eraan wat je ermee kan, want dat weten we niet. Nee, dat weten we niet. Zoals eigenlijk nog heel weinig weten van die Zelda. Dat is wel het ding. Stel je voor, Nintendo had een hele dungeon gemaakt. Een nieuwe dungeon. Die alleen maar te unlocken was met een Amiibo. En dan had iedereen weer zoiets gehad van ja. Nou moet ik een Amiibo kopen om echt alle dungeons te spelen. Maar nu ze dat niet hebben gedaan, maar gewoon een dungeon of een grot hebben gemaakt waar je kan vechten. Nu voelt het weer als niet zoveel content. Nee, dus ja. Ze kunnen het sowieso niet goed doen. Weet je, die Amiibo, hartstikke leuk. Als je het een tof popje vindt, leuk dat je wat extra's ermee kan. Maar de basisgame wordt er niet aan veranderd. Je krijgt gewoon wat extra vechtdingen. Nou. En je hebt een mooi popje in je kast staan. Kast staan. Wat voor sommige mensen heel veel. Ja, ik vind het. Ja, ik ben geen fan van Amiibo's, ik ben meer van de Star Wars dingen. Maar nee, ik weet het gevoel voor mensen die dat leuk vinden. Ik heb hier een Chibi Robo nog staan. Chibi Robo heb ik hier. Vet. Ik heb Ganon ook nog hier. Hier. Ganon. Die is ook nieuw. Zou die ook in de game kunnen gebruiken? Volgens mij niet. Die doet iets in Super Smash. Ja, Smash sowieso, maar je hebt ook kun je ze ook nog in de game zelf gebruiken, deze, maar bij deze weet ik het niet. Volgens mij niet. Geen idee. Anders zie je dat hieronder in beeld. Dus, we hebben gediscussieerd, moeten we de game een cijfer geven? Nou, op zich wel handig. Zou je mensen die de game nog niet gespeeld hebben, zou je die aanraden om het te gaan spelen? Het is een Zelda game, exact. Die moet je spelen. Ben ik helemaal met je eens. Ik vond het zelf een geweldige game. Het is ook een goede game. Het is echt een hele goede game. Het is alleen een oude game, maar het is nu wel gewoon goed speelbaar in het nu. Maar voor de mensen die de game al gespeeld hebben en die denken, oh, die nostalgie, moet ik het weer oppakken? Ja. Ik geef de game denk ik een 8. Oké. Haal hem weer een punt af en jij zou hem een 9 geven. Ja, normaal. Voor de oude game, voor de oude game. Geef hem een 8. Weet je, het is gewoon weer dezelfde ervaring. Het is iets mooier, dus het is iets meer van deze tijd. De Wii U-besturing vind ik heel prettig met dat tweede scherm. En het is Zelda Twilight Princess. Eén van de betere Zelda's ooit gemaakt. Buiten Ocarina of Time en Wind Waker. Maar nog steeds een hele goede game. Nee, mooi. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is goed.